Ik heb het niet over Antifa, ik heb het over partijen als GroenLinks, PvdA, SP. Dat zijn de politieke bondgenoten van de Antifa. Vandaag heb ik afgesproken met de plaatsvervanger van Willy Dille, Sebastiaan. Sebas, we hebben afgesproken dat we elkaar gaan toetieren, want zo'n oude lul ben je ook weer niet. Dat zou ik zeggen, sommigen vinden van wel, maar ja, de looks zeggen wat anders. Toch? Ja, dat zeker. Sebas, jij bent de plaatsvervanger van Willy Dille. Wat is jouw gevoel daarbij? Ja, dat is iets wat deze hele zomer al heeft getekend. Ja, het was zo onverwacht eigenlijk dat dit gebeurde. En dit hadden we allemaal totaal niet zien aankomen. En we wisten wel wat de achtergrond was, maar dat ze dit niet meer op deze manier trok, ja, dat was echt voor ons echt een enorme klap. Echt enorm. Want ja, we zijn een hele kleine fractie. We zijn eigenlijk met z'n vijven in totaal. En als er dan één iemand wegvalt die al jarenlang een beeldbepalend figuur is voor de Haagse PVV, is dat echt... Ja, daar gaan we nog wel eventjes over doen om daar overheen te komen. Toen jij het hoorde, wat dacht je toen? Ja, verschrikkelijk. Ik zou niet zeggen wat ik toen dacht. Want dan... Dat zou je echt gaan censureren op ongecensureerd, geloof mij. Maar ik was niet... Ik was echt woedend. En gewoon verschrikkelijk. Ja, dat is onze Willy, weet je. Onze Willy, altijd klaarstaan voor iedereen. Altijd een hart voor de zorg, voor de kinderen die ze allemaal daar over de vloer kregen. Het was een super lieve vrouw. En ja, dat is wel heel treurig. Wat vind je ervan dat er geen onderzoek naar gedaan wordt? Ja, nou, we hebben natuurlijk afgelopen week een nieuw interview gezien van de heer Van Doorn. Daarin, ja, dat is... Hij zei niet dat hij het had gedaan, maar hij kon zich wel voorstellen dat het was gebeurd. En daarom heeft onze fractievertegenwoordiger Henk Bres ook een brief gestuurd naar de burgemeester om haar te verzoeken in de driehoek, dat is de politie, OM en de burgemeester zelf, om toch ja, te kijken of dit aanleiding biedt voor een onderzoek. Willy had al van tevoren de burgemeester benaderd van joh, ik word bedreigd, maar de burgemeester heeft uiteindelijk daar niks mee gedaan. Is dat niet raar? Nou, daar heeft onze Karen ook van alles over gezegd in het interview van... Of in de Telegraaf begin september, dat wel vraagtekens oproept bij ons. Nou ja, Sebas, jij bent in ieder geval nieuw nu bij de PVV. Mensen kennen jou natuurlijk ook als woordvoerder van de PVV. Heeft Geert nog iets tegen jou gezegd toen jij deze taak op je nam? Nou ja, in zoverre dat hij me gewoon succes wenste en ook wel snapte dat dit een heel vervelend begin is eigenlijk. Maar ja, niets meer dan dat eigenlijk. Gewoon veel succes en maak er wat van. De PVV heeft heel veel zetels verloren de laatste jaren. Jij bent nu natuurlijk ook bij de PVV Den Haag. Wat gaat jouw aandeel zijn om al die stemmen weer terug te winnen? Nou, dat ik in ieder geval hoop dat mensen die bijvoorbeeld nu kijken, maar ook andere mensen, dat ze mij weten te vinden. En niet alleen mij, maar ook mijn fractiegenoot Karen Gerbrands of Addy Wissen, onze fractievertegenwoordiger, of onze eigen Henk. Dat we er gewoon voor de mensen zijn. Dat we meer benaderbaar zijn als wat we misschien in het verleden waren. We hebben daar echt wel steken laten vallen. Dat vinden we ook allemaal. En we juist deze periode willen we aangrijpen om dat echt radicaal te veranderen. We willen gewoon echt het aanspreekpunt zijn voor de Haagse kiezer die zegt, dit is een probleem, dat is een probleem. PVV, wat kunt u eraan doen? Ja, want de PVV die heeft vaak een naam dat ze een hoop schreven maar niks doen. Gaan jullie nog een campagne voeren? Gaan jullie nog acties houden? Ja, we hebben gevraagd aan de burgemeester om alle demonstraties van anti-Zwarte Piet groeperingen te verbieden tijdens de intocht. Dat is een kinderfeest, dat is de intocht, dat is een feestelijk iets, een feestelijke traditie. En we kunnen niet hebben dat allerlei randebielen vanuit links of zogenaamde kick-out Zwarte Piet groepen daar de boel weer komen bederven. Gaan jullie ook nog een actie verzinnen om dit tegen te gaan? Nou, dat is gewoon wat we eigenlijk zeg maar, kunnen doen vanuit de gemeenteraad, de burgemeester vragen om geen toestemming te verlenen voor demonstraties die het kinderfeest weer zouden verpesten. En dat is wat in principe daarbij onze rol is, want we zien het ook niet zitten om daar zelf naartoe te gaan, want het moet juist een kinderfeest blijven. Dus we gaan daar zelf niet ter plekke ook nog acties voeren, want dat is juist wat het feest minder leuk maakt. Maar je kan wel laten zien dat je dan als PVV in ieder geval weer wat wil doen en wat weer jezelf laat zien. Ik bedoel, linkse partijen doen niet anders dan ludieke acties voeren, toch? Ja, maar ludieke acties die hebben vaak wel een soort sfeer van geweld, angst, intimidatie. Dat zijn linkse ludieke acties. De Antifa, dat is echt verschrikkelijk. Dat is alleen maar geweld, intimideren. En dat zijn geen ludieke acties. Ik heb het niet over Antifa, ik heb het over partijen als GroenLinks, PvdA, SP. Dat zijn de politieke bondgenoten van de Antifa. Dus wat dat betreft, een ludieke actie moet ook ludiek zijn, maar niet tijdens een kinderfeest.